Hoi, wat goed dat je kijkt en wat goed dat je meedoet. In deze les gaan we het hebben over de hormoonbalans, die gaan we tot rust brengen. Zo kom je lichamelijk en geestelijk beter tot rust, meer ontspanning. Je energielevel is beter, je emotielevel is beter, je spijsvertering gaat gemakkelijker en je kan veel lekkerder slapen. Nou, wat wil je nog meer? Uh, om dat voor elkaar te krijgen, gaan we deze les doen. En voor de allereerste oefening mag je komen staan. Kom in de berghouding staan. Adem een keer lekker diep in, lang uit. Echt dat je je prettig voelt in je eigen lijf. Even het lichaam en de adem samen laten komen. Want heel vaak lopen die een eigen baan, een eigen richting. Omdat je misschien te druk bent of je bent met je hoofd ergens anders bezig en je lijf hobbelt er maar rustig achteraan. heb je hem ongeveer? Oké, okay. breng je in, de armen omhoog, uitademend, handen voor de borst. Een lange uitademing of een diepe zucht. Dan zak je een stukje door de knieën. Dan blijf het gewicht verdelen over voorvoet, hiel. Buikspieren zachtjes aantrekken, schouders laag, maar niet geheel ontspannen. Ja, net zoals bij de meditatie, het een draagt het ander. Breng vanuit hier je rechterbeen achter je linkerbeen door en plaats hem op de mat. Goed wegstrekken, heel langzaam naar beneden en dan lift je je borst. En dan kijk je wat schuin omhoog. Dan breng je de armen opzij, duimen wijzen omhoog. Adem in, armen voor. Adem uit, armen zijwaarts. Adem in, armen voor. Uit. Nog één. En uit. Dan breng je de handen weer terug voor de borst. Dan zak je een klein stukje door de knieën. En plaats je je rechtervoet weer naast je linker. Corrigeer de houding. Voor je lijf, je adem. Laat ze samenwerken. Een diepe uitademing. Dan gaan we naar de andere kant. Linker achter je rechter door. Strek en duw je heel langzaam en naar beneden. Je hoeft helemaal de mat niet te raken. Het gaat om de spierspanningen. Je lift je hoofd, kijk op. Armen zijwaarts, duimen wijzen omhoog. Adem in, armen voor. Adem uit, achter. In. Uit. Nog één. In. Uit. Handen terug voor de borst. Linkervoet naast je rechter. Goed door die knieën. Armen zijwaarts omhoog. Buig naar rechts. In op. Uit links. Doen we nog een keer. In. Uit. En in. Armen op. Ietsje naar achter. Ellebogen buigen. In armen omhoog. Buikspieren aan. Lange nek. Handen voor de borst. En laat los. Kom zitten. Benen lang vooruit of kleermakers zit, wat jij wil. Goed je zitbel te voelen, je billen breed. Dan plaats je je rechterhand op je linkerknie. Dan plaats je je linkerhand precies achter je linkerbil. Kin boven je linkerschouder. En dan ga je een aantal keer lekker diep ademen en neem je die buikspieren mee in de beweging, zodat al die organen worden gemasseerd. Op een uitademing laat je langzaam los. Weer terug naar het midden. En dieper in. Een lange uit. Linkerhand op je rechterknie. Rechterhand precies achter je bil. Kin boven je schouder. En ook hier op de uitademing trek die buikspieren zachtjes aan. Op de uitademing draai langzaam terug en dieper in. Een lange uit. Armen zijwaarts omhoog. Haak je wijsvingers in elkaar, lichte strekking van de armen, waarbij je de ellebogen voor je gevoel net iets verder richting het plafond brengt. In, strek ze lang uit, handen voor de borst en laat los. Kom met je benen lang vooruit als je al niet zo zat. Plaats je handen boven op je bovenbenen. Je rug is recht, buikspieren lichtjes aan, je schouders een mooie lange nek. Voetzolen zachtjes wegduwen. Je onderkaak is ontspannen. Zoek even waar je adem is gebleven. Als je gespannen bent, kan de adem heel snel terugzakken in de borst. Probeer te voelen dat je buik beweegt. Niet gaan sturen, alleen maar ervaren, voelen. Dan wrijf je met je handen over je benen, zo richting je voeten. Je rug, je nekwervels, die laat je mee bewegen. Laatste en blijf dan voor. En dan plaats je je handen, armen aan de buitenkant van je kuiten. En dan trek je de ellebogen onder je schouders. Dat voelt lekkerder aan de zijkant van je nek. En dan laat je je hoofd hangen. Je sluit je ogen. En je voelt de beweging van de adem in je gehele rug. Je voelt hem rondom je wervelkolom. En je gaat proberen zoveel mogelijk gedachten... Los te laten. Zeker de gedachten die helemaal nergens overgaan, het ruis in je hoofd. Leid toch alleen maar af. Elke gedachte is een spierspanning ergens in het lichaam. Elke gedachte die je hebt beïnvloedt je bloeddruk. Elke gedachte die je hebt beïnvloedt je emotie. nog een lange uitademing hou de handen op precies dezelfde plek waarop ze nu staan ellebogen die breng je weer zachtjes tot een strek armen lang schouders wat naar beneden brengen rechte arm naar voren. maak hem lang Rechte arm omhoog. Maak hem lang. Voel het verschil tussen de linker en de rechterkant van je romp. Uitademend, rechterarm naar voren. Hand op de mat. Corrigeer. Linkerhand los. Strek je arm, maak hem lang. Blijf ontspannen ademen. Arm omhoog. Ook hier maak hem lang. En op een uitademing, arm naar voren en plaats hem terug op de mat. Trek je vingertoppen over de mat naar je toe. Lange uitademing, zak als het ware in de billen, in het bekken. Dan blijf je hier nog even zo zitten. Voel de adem. Voel hoe de bloeddruk verandert. Voel hoe adem en lichaam met elkaar te maken hebben. Hoe ze reageren op elkaar. Voel de rust in jezelf, de balans. Voel de zachtheid in jezelf. Alle hormonale systemen op elkaar afgestemd. Voel jezelf prettig in je eigen lijf. Probeer dat gevoel wat je nu ervaart dicht bij je te houden. Ook al is het maar het besef dat je jezelf prettig voelt, dat je in balans bent. Als je zover bent, dan open je de ogen. Adem je lekker een keer diep in. En lang uit. Als het goed is, ben je wat meer ontspannen, lichamelijk en geestelijk. En probeer dat door de avond of door de dag met jezelf mee te nemen. Jezelf er steeds aan te herinneren. Wil je nog meer lessen ervaren? Yoga, meditatie, ontspanning? Kijk dan op yogaplaza.nl daar kun je er echt heel veel vinden ik zie je gauw terug daar of hier namaste